apprecieer dat enorm. Ik vind dat fantastisch. En onze burgemeester die gaat dat een klein beetje inleiden. Hè. En u bent vandaag in de Waarsewies, meneer de burgemeester. Zonder de welke verder het dorpscentrum niet zou zijn wat het nu is. Ik vind dat je proficiat voor het initiatief. En dat verdient de navolging. Dus nog altijd, als je komt, smakelijk hier dan altijd. Maar toevoegde waarde waar je eens kunnen kijken. Bedankt. Nu gaan we. Ja, nog wat spannend, dames en heren. Ja, het was spannend. Ja, ja. Dat zijn heel snel kan je zeggen. Godverdomme. Als ons Pit dan nog had geleefd, dat had hij hier echt ongelooflijk gevonden. Lekker die artistiek was, schilderde, boetseerde, van alles deed in Eurewaasewis, voor Eurewaasewis. En we dachten, vandaag moet ons moeder erbij zijn. En we hebben een werkje van u ingepakt en dat gaan we nou even voorstellen. Toch uit eerbetoon dat ze erbij is. Ze zegt, ik ga een schilderijken voor haar mogen. Als ik er ooit niet meer ben, jij weet dat, een ander zal dat niet zien, maar dan wil ik het iets anders laten zien. Is bloemetjes geschilderd, want bloemetjes dat was uw favoriet. Hier zegt tekent je moedertje. En in die flessen van die bloemetjes is ze dan opgeschreven, niet roken. Geen alcohol, gezond leven. En ze zegt van, kijk, ik ben er niet meer, maar als je weer te kort rond je zit, kijk er dan eens naar. Dan ben ik het die ontklappen zijn. Wat eet allemaal in onze mond? Dus de proef is in de eating. Ah ja. Dus je moet het doen. Ja, ja. Heel mooi. Rood over de Hollandse vis dus. Dat is gewoon met de vis erin. Zo is dat goed met de mond. Dat is eigenlijk de vis. Ja, de grootste vis. In de pot. De chic. Echt schoon. Deze heb ik eens met mijn cartoonbril geschilderd. Ah, ja. En ik heb hier willen laten zien wat dat de Waarsewies voor mij zelf was. Eerst en vooral is dat voor mij een groot gebouw. Er wordt van alles in gebeurd. Eten, drinken, babbelen, van alles en nog wat. Maar waar je ten eerste altijd heel vriendelijk ontvangen wordt door ons madame. Waar je ook iedereen ontmoet, waar je ook gezellig kunt eten. Maar dat je hier een fantastische kop hebt, en mensen die eens iets komen eten. Onze grote droom is in feite de Provence in Frankrijk. En wat heb ik gedaan? Ik dacht, godverdomme, dat ik nog die Waarsewies oppak en ik zet die in de Provence. Dat komt in de Provence terecht en dan krijgen we dus in plaats van een restaurant de Waarsewies, krijgen we een chambre d'eau. Ze houdt enorm veel van honden. Voor haar zijn dat allemaal figuren. Ik zou zeggen, zeker zo goed als mensen. Dus daar is die bewuste wij mee, die wij tussen die plekstok stappen.